Hey, Kars, ik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van SimCity. En ja, vandaag wil ik eigenlijk graag beginnen met Omega co-processeren. En dat is wel allemaal leuk en aardig. Maar er zijn twee problemen mee. Eén is dat ik de laatste keer dat ik Omega co probeerde te produceren, 2 keer zo ongeveer failliet ben gegaan met mijn stad. Het ging gewoon niet goed. Maar dat was ook, geloof ik. Ik weet het eigenlijk niet meer zeker, het is heel lang geleden, meer dan 1 jaar geleden waarschijnlijk. Omdat ik olie en erts moest importeren. Nou, nu halen wij de olie en erts gewoon zelf uit de grond. Dus dat is een mooi voordeel. Maar wat nou jammer is, dat is het tweede probleem. Die olie en erts, nou ja, en bij het eerste probleem wordt ook een beetje dat ik die Omega Co nooit echt, dat ik daar nooit echt genoeg winst uit heb kunnen krijgen, zeg maar. Maar dan gaan we deze keer, in deze stad gewoon weer opnieuw naar kijken. Het tweede probleem is dat alle erts en olie die we daarin stoppen, die kunnen we natuurlijk niet exporteren. Die gaat dan naar de Omega-Co en dan hoop ik maar dat we daarmee meer winst maken dan dat we dit gewoon zouden exporteren. Maar ja, ik doe het natuurlijk voor de challenge. Ja, ik wil gewoon alles in de stad hebben en daar hoort ook Omega-Co bij. Nou, hier halen we erts uit de grond, hier halen we olie uit de grond. Dit kunnen we allemaal nog uitbreiden, misschien dat we dat dan ook maar gaan doen straks. We gaan eerst even kijken of we überhaupt wel een Omega Co fabriek kunnen bouwen. Ja, dat kan. Ja, je hoeft er niet heel veel voor te behalen voordat je dit kan bouwen. Het is vrij, vrij basic nog, zeg maar. Waar zal ik dit dus doen? Ik wil het wel bij deze twee fabrieken. Dus weet je wat, ik ga deze weg een beetje uitbreiden. Nou, kijken of ik niet boven. Hier hebben we wat olie. Maar als ik het hier precies tussenin bouw, dan hou ik nog een heleboel van die olie over. Nou, hier hebben we natuurlijk ook wel ertsen. Dan maak ik dit gewoon iets langer. Dan bouw ik het hier ongeveer. Dan zit ik niet in het gebied van de erts. Want dit willen we zo ver mogelijk kunnen uitbreiden natuurlijk. Ja, laten we dat doen. Van olie hebben we zo te zien eigenlijk wel nog genoeg ruimte. Ruimte? Van olie zit eigenlijk nog wel genoeg in de grond. Dus daar hoef ik me minder druk om te maken dan over ijzer. Erts. Oké, dus dat doen we gewoon hier. Hier is eventueel nog wat ruimte om te upgraden. Ja, nou, laten we maar beginnen. Eigenlijk moeten we dit nu uitzetten. Hier, dit moet alleen nog maar plaatselijk worden gebruikt. En hier, olie ook alleen nog maar plaatselijk. Betekent dat het enige wat we nu exporteren kolen zijn. En die zijn helemaal niet zo gek veel waard. Dus als ik het geld heb, ga ik dit ook weer uitbreiden. Maar het kost 14.000. Ga de tijd even versnellen. Dan, ja, gaat dit straks. Ja, dan komt ons inkomen weer een beetje omhoog. En we kunnen ons inkomen natuurlijk ook omhoog halen met wat meer verdiepingen bij de megatons. Want er is vast wel weer vraag naar iets. Ja, ik zie hier vraag naar arbeiders met lage inkomens. Dat ga ik doen als ik het geld heb. Want dat is iets waar we weer snel en makkelijk winst kunnen maken. Eigenlijk zonder twijfel. Ja, bedenk me nu wel dat het gewoon 20.000 kost. Dus dat is niet iets wat ik zomaar kan bouwen op dit moment. We zijn natuurlijk nog steeds een beetje aan het bijkomen van het hele van die hele luchtscrubber-epidemie. Nog wel best wel bijzonder dat ik niet gewoon failliet ben gegaan. We zijn echt bijna op het nulpunt en nu klimmen we er gewoon weer uit. Maar we begonnen met 6,5 miljoen. Dat is, ja, grotendeels natuurlijk ook gewoon in goede gebouwen gegaan die we hier hebben. Maar heel groot deel is ook in al die grondscrubbers gegaan. En deze blijft maar door scrubben. Zien we te stoppen. Dat vind ik nou jammer eigenlijk. Kan ik deze niet gewoon even. Ja, weet je wat het is? Als ik deze sloop, gaat de bodem van dreiniging de grond weer in. Vind ik dat heel erg. Het is natuurlijk een beetje zonde. Maar ja, het is ook zonde van mijn geld om dit open te houden. Dus ik kan het ook gewoon sluiten op zich. Dat is beter. Want daarmee. Kijk, 1000 euro per uur klinkt misschien niet veel. Maar dat is 24.000 per dag. Dat is toch nogal wat. Dus dat scheelt hartstikke veel. Oké, Omega. Het is bezig. Hopelijk kunnen we het een beetje bijhouden, deze productie. Maar ik ga eerst. Het is natuurlijk handig om hier productie uit te breiden. Dus wat meer ertsschachten, wat meer ja-knikkers. Kunnen we meer uit de grond halen voor de Omega Co. En ja, dat is allemaal wel leuk. Maar ik wil natuurlijk ook nog wat verdienen, wat sneller. Dus ik ga dit eerst even uitbreiden. Ik kan het misschien beter hier kunnen zetten. Misschien was daar net wat meer kool. Maar dat maakt aan het begin denk ik nog niet zo heel veel uit. Want we hebben overal nog steeds hartstikke veel kool. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk op krimpen. En dan moet ik deze dingen een beetje verplaatsen. Misschien kan ik meteen al afkruisen. Een paar dingetjes. Wat hebben we al? Ik zit nu even op het lijst te kijken. Die is natuurlijk ook weer geüpdate. Ja, Omega Co fabriek kan ik aankruisen. Dat ik die heb gehad, zeg maar. Hoe zit het ermee?
Hoeveel Omegaco? Omegaco vandaag geproduceerd 340. Dat is nog niet zoveel, maar het is ook pas ochtend. Dus we gaan het stijgen. Olie lijkt een beetje een probleem te zijn. Dus ik ga meteen maar even een ja-knikker toevoegen. En ik denk dat het beste is om gewoon maar even gebruik te maken van de ruimte. Nou, het is niet heel fijn voor deze mensen. Die worden straks allemaal ziek. Misschien moet ik maar gewoon even voor de zekerheid checken of hier... Ja, oké, hier wonen wel wat mensen. Weet je wat? Ik haal dit weg. Het zijn wel wat mensen met hoge inkomens. Ja, maar dan moet ik dan maar gewoon weer vervanging verzoeken bij de megatons. Het is jammer dat ik dit nu moet zien weggaan. Maar weet je, deze mensen gaan allemaal ziek worden. Ja, want ze zitten letterlijk gewoon in de richting van waar de luchtvervuiling heen gaat. Oké. Nou, dus ik doe hier gewoon commercie. Ik geloof niet dat het voor commercie heel veel uitmaakt of er luchtvervuiling is of niet, omdat er geen mensen wonen. Dus natuurlijk eigenlijk ook niet echt een goede zaak, maar ik geloof dat het voor het spel niet uitmaakt. Nou, dat betekent nu wel dat ik wat, nu ik wat heb gesloopt, is er natuurlijk weer vraag naar dingen. Dus ik voeg hier voor nu gewoon even een woonverdieping toe. We zouden op zich ook wel hier een elite woonverdieping kunnen gebruiken, maar dat is dan weer zo duur. 28.000, dat kost ook heel veel per uur. Oké, ik zoek nu gaan met het inkomen, dat is mooi. Dat komt dan zeker door die Omega. Maar ze hebben dringend olie nodig, dus dat ga ik nu uitbreiden. En dat doe ik dan maar even hier. Hoe duur ben jij? 10.000. Oké, okay, ik zou heel graag nog eentje plaatsen, maar dan moet ik even 2 uur wachten of 1 uur. Ja, het gaat nu zo snel met het geld dat ik eigenlijk helemaal niet lang hoef te wachten. Wat ik ook graag wil hebben is een recyclingcentrum. En dan kan ik tijdelijk, om gewoon snel en veel geld te verdienen, kan ik gewoon... deze staat al bijna droog. Heb ik dat echt zo slecht geplaatst? Nee, deze komen er gewoon standaard bij, bedenken we nu. Het kan beter. Maar ja, ik heb nu niet het geld om dat zomaar te gaan vervangen. Dat moet ik uiteindelijk wel gaan doen. Oh ja, een recyclingcentrum zou mooi zijn. Het kost 110.000 of zo. En ook best wel wat per uur. Maar je kan er natuurlijk meteen wat aan verdienen met plastic en legeringen. Dus ja, dat is mooi. Uiteindelijk ben ik ook een processorfabriek en een consumentenelektronica fabriek. Maar dat is allemaal nog veel te duur en veel te hoog gegrepen. Dus dan zou ik het liefst gewoon willen beginnen met plastic en legeringen gewoon te exporteren. Dit is nog op export. Ik weet niet of we daar echt wat van merken eigenlijk. Ja, weet je, die kolen, die 6.000, dat is nauwelijks iets vergeleken met wat we per uur verdienen natuurlijk. Is hier nog iets wat beter kan? Waarschijnlijk met de winkelverdieping, ja, is altijd een probleem. Maar ja, 95 van de, wat is het, 125 geloof ik, is nog best wel goed en het stijgt nu ook. Dus dat is op zich prima. Is hier nog een probleem? Oh ja, die heb ik gesloten, hè. Laat ik die maar eens openen, want er was veel vraag naar, zag ik. Oh, die vraag is nu weer weg. Of misschien is dat omdat ik dat net heb geopend. Dat moet bijna wel. Er is nu vraag naar gemiddelde woonwijken. Ik denk dat ik daar maar eentje van ga bouwen. Aangezien we hier een winkelverdieping hebben voor mensen met gemiddelde inkomens, ondersteunt dat elkaar hartstikke veel. Dus dat is dan denk ik de beste keus. Kost wel even wat geld. En het geld had ook naar upgrades hier kunnen gaan. En omdat er nu aardig wat mensen werken bij de Omegaco fabriek blijkbaar, is het misschien ook wel handig om deze weg te upgraden. En misschien ook uiteindelijk ook die weg. Maar het is vooral dit kruispunt wat... probleem veroorzaakt. Oké, Omegaco, hoe zit het ermee? En we kunnen een incorporator plaatsen. Dat ga ik meteen doen, tenzij het heel duur is. Nee, te duur. Kost ik 450 per uur, maar dat staat ook gewoon op een lijstje van dingen die ik moet hebben. Of dingen die ik van mezelf heb ingesteld, dat ik die uiteindelijk wil hebben. Hier ga ik even een weg toevoegen. Ik wil het wel een beetje recht houden, dus daarom doe ik het even op deze manier. Dan houden we alles netjes. En dan verbind ik dat zo. En kan, ja, ik upgrade die weg later wel. Ik denk niet dat het nu echt dan nodig is. Ik wou kijken hoeveel met Omegaco verdiende. Het staat bij, het staat hier. 5.000 per uur, dat is niet niks. Maar het probleem wat je dan krijgt waarschijnlijk is dat mensen, tenminste dat is wat ik heb ervaren. Ik heb helemaal niet zo heel veel ervaren met Omegaco eigenlijk. En zijn er nou zoveel, ja, er staan heel wat leegstaande bedrijven. Dat is niet zo goed eigenlijk. Gewoon nog steeds veel vraag naar arbeiders natuurlijk. Ja. Maar weet je wat je uiteindelijk krijgt met Omegaco? Mensen worden ervan afhankelijk en dan kan je niet aan de vraag voorzien, zeg maar. Dan is er zoveel... Dan is er gewoon te veel wat je allemaal moet produceren. Hier, dit is al eigendom van Omegaco. En... Oh ja, kijk, franchise opbrengt ze plus 2000 per uur. Plus 2000 per uur. Weet je, dat is mooi om te zien. Van één zo'n gebouw
Gewoon even 2000 per uur erbij. Zo'n groot industrieel gebouw. Dat tikt echt wel aan. En dat wordt ook steeds meer natuurlijk. Nu is het heel erg winstgevend. Het gaat nu nog allemaal prima. Zolang we het een beetje kunnen bijbenen, is het geloof ik ook allemaal makkelijk. Maar ik weet niet. Ik weet. Ik heb er niet zo heel veel ervaringen mee. Dus ik weet nog steeds niet echt goed wat ik moet verwachten. Oké, ik ga deze twee nu slopen. En weet je wat ik las? Ik wil een bord en een extra vrachtwagen. Dan kan het daar niet meer door worden belemmerd. En dan ga ik deze twee eigenlijk even op een betere plek zetten. Want wat we net hadden was echt niet ideaal. Kan dit? Ja, dat kan prima. Ik verminder wel gewoon even met de hoofdweg. Zo. Ja, knikkers. Dan kunnen we hier in principe. En ik zag dat oliereserves nog steeds laag waren. Dus ik doe er nog even eentje extra bij. Je hebt in totaal 5. Hier kan er ook nog wel eentje. Maar als ik het zo zie, is het nauwelijks olie meer. Dus misschien dat het al best wel snel afneemt, die hoeveelheid. En anders moet het gaan importeren natuurlijk. Dat is niet zo leuk. Ik denk dat ik dit geld even overhoud. Zodat we straks een extra verdieping kunnen toevoegen aan de megatorens. Is dit een probleem? Dat zou goed kunnen trouwens. Want er was een. Ja, we hebben een extra behandelkamer. Dat ik vervolgens weer gesloten. Kan ik op zich wel openen. Maar ik denk dat het probleem eigenlijk meer bij de ambulance zit. Misschien dat ik deze nog wel even sluit. Want we zitten op 8 van de 10. Dus er is nog wel ruimte over in principe. Oh ja. Die stortplas begint vol te raken. Dus een incinerator zou wel op zijn plek zijn. En hoe duur is een recyclingcentrum nou precies? Want ik ben wel benieuwd. Hier, 111.000. Als ik even EFK staan. Ga staan, weet je, 12 uur of zo, dan heb ik dat al bij elkaar. Dat is niet eens zo heel erg lang. Dus ik denk dat ik de tijd even ga lopen. Dan bouwen we gewoon een recyclingcentrum, want dan kan ik echt wat gaan verdienen. En in de tussentijd upgrade ik ook even zoveel mogelijk van deze wegen, want het staat gewoon niet echt. En bussen zouden fijn zijn, want ik zie nu heel veel mensen lopen. Dat is natuurlijk ook niet ideaal. Oké, weet je wat dat is? Ik verdien wel mooi wat geld aan die Omega-Co, maar. Blijkbaar telt het als luchtvervuiling. Het ziet er wel mooi paarsroze uit, maar het is wel gewoon luchtvervuiling. Hoe leuk het er ook uitziet. En ik ga nu met heel veel pijn in mijn portemonnee ga ik dit slopen. Want dit levert geld op deze commerciële gebouwen. Ze zijn namelijk onderdeel van Omega Co. Dus ja, we lopen nu belastinginkomsten mis en Omega Co inkomsten. Dus dat is een beetje dubbel verlies voor mij. Maar ja, de mensen worden hier gewoon. Ziek van alsnog. En voor de rest, ja, hier heb je een klein beetje vervuiling. Ja, misschien dat het ook wel handig zou zijn om. Ja, oké, die moet in ieder geval. Oh, dat is het burgemeestershuis. Dat kan gewoon lekker blijven staan. Want die kan, geloof ik, niet klagen in principe. Ja, kijken we even wat verder nog een probleem is. Misschien is het ook wel slim om deze twee nog te slopen. Want ik heb gewoon geen zin in al die extra kosten voor de kliniek. Ik heb hem al moeten uitbreiden. Want ik heb de extra behandelkamers weer open moeten gooien. En nou, ondertussen zit ik wel op een mooi bedrag. Al op 122.000. Dus ik kan in principe gewoon recyclingcentrum gaan bouwen. En dan begint het geld pas echt binnen te komen, zeg maar. Oké, waar gaan we dit bouwen? Waar is het handig? Hoe produceert het? Er zat niks bij over luchtvervuiling. Maar ik ga er maar vanuit dat het wel produceert. Dus. Waarom hebben we hier onze school? Ja, nou. Het is op zich nog wel een logische plek. Maar het beste zou zijn een basisschool voor deze. En een basisschool voor deze. Dat zou het beste zijn. Ja, en uiteindelijk wordt het een beetje ons. Ons stukje met alleen maar megatons natuurlijk. Dus het gaat nog allemaal veranderen. Ja. Deze industrie is natuurlijk gewoon te verplaatsen. Ja, wat het beste zou zijn. Is om. Oh ja, natuurlijk, dat heb ik al van tevoren bedacht. Hier hebben we dan een rij megatons, hier wat industrie. Hier nog een rij megatons. Dat had ik al van tevoren bedacht eigenlijk. Dus dat weet ik wel. En ik ga, voordat ik dat recyclingcentrum bouw, dit nog even een beetje uitbreiden. Nou, is dat wel handig? Heb ik. Want ik heb helemaal gewoon. Ik heb die code helemaal niet heel erg hard nodig. Tenzij de prijs stijgt of wat dan ook. Ik denk dat ik die nog maar gewoon even. Ja, dan sluit ik deze wel, want die doet toch niet zo heel veel. Dus dan is het effectiever voor wat je eraan uitgeeft om gewoon die te sluiten. Kijk, ik verdien er niet zo heel veel aan die code. Ik kan het beter bewaren voor later eigenlijk. Voor als ik het echt nodig heb. Zal ik dat gewoon doen? Ik heb er nu eigenlijk weinig aan. Natuurlijk, nu heb ik er nog wat aan, want dit is nu mijn enige inkomstenbron, behalve het inkomen per uur. Maar straks heb ik die legering en plastic.
En natuurlijk, die gaan uiteindelijk naar processors. Dan kan ik dit misschien nog wel aanzetten. Maar als ik dat eenmaal heb, is dit niet echt meer hard nodig. Dus als ik het recyclingcentrum heb, dan sluit ik die gewoon. En misschien is dat dan tijdelijk. Oké, komt het uit? Niet echt. Ik denk ook niet dat het dat er een manier is waarop we dit hier kunnen plaatsen. Dat is misschien ook niet echt de beste plek. Ik denk dat het hier ergens wel goed is. Nou, ik zit hier tussen de kliniek en de basisschool in. Dan moet ik het maar... Ik denk dat ik het hier ook best wel kan doen, zolang ik het maar niet boven een oliebom doe. Hier wil ik het eigenlijk liever niet, want hier wil ik ruimte vrij maken voor megatorens. Dus misschien zou dit wel een plekje zijn. Ik zie geen belemmeringen qua upgrades. Dus dat lijkt me dan maar goed. Maar meestal komt er een upgrade aan de zijkant, hè. Oké, dat is dus aan de linkerkant zo te zien. Nou, daar is dus alle ruimte voor. Dan plaats ik dat daar. En om gewoon ervoor te zorgen dat de verbinding met de bewoonde wereld, waar gewoon afval moet worden opgehaald, om ervoor te zorgen dat die verbinding iets beter is, zorg ik maar gewoon even voor een voor zo'n weg. Wat is hier het probleem? Oh, ik ga dwars door het politiebureau. Dat had ik niet eens gezien. Het staat hier een beetje ongelukkig, dat politiebureau. Ik maak wel gewoon een kleine weg. Dan kan ik dat makkelijk later nog vervangen. En dan, op deze manier hebben we ook nog wat ruimte over voor upgrades bij het politiebureau. Kom op. Waarom werkt het niet? Zal ik een schuine weg doen? Ja, ik doe wel een schuine weg. Het is toch maar tijdelijk. Maar ik wil deze stad wel grotendeels uitgaan van een grid layout. Oh, ze zijn serieus tekort aan arbeiders. Kijk, natuurlijk, er is altijd vraag naar arbeiders. Maar is er dan zo'n tekort dat ze het afval niet kunnen ophalen? Denk ik me toch niet. Serieus tekort aan arbeiders? Oh nee, dat is deze. Laat maar. Laat maar. Deze is ook nog gewoon aan het zoeken. Wil ik dit alvast gaan uitbreiden? Hier. Welke is ook alweer voor wat? Dat vergeet ik echt altijd. Deze is voor het inzamelen. Dus daar kan ik op zich wel met twee wegkomen. Maar dit wil ik natuurlijk wat sneller laten verlopen. Ik wil het zo snel mogelijk bij het handelsdepot hebben. Dus daar vroeg ik nog wel even twee van toe. Dus het zou goed moeten komen. Want ik wil het zo snel mogelijk bij het handelsdepot hebben. En twee wagens om de hele stad door te komen lijkt me op zich wel genoeg. Oké, daar gaan ze. 6:00 AM. En er is natuurlijk ook nog heel veel normaal afval op te halen. Daar zou ik ook nog wel... misschien kunnen ze nog wel een extra vrachtwagen gebruiken. Die van het normale afval. Maar laat ik dat even kijken of dat goed gaat. Ik geloof het wel. En natuurlijk, uiteindelijk stappen mensen meer over op... recycling, dan hebben we wat meer recyclingwagens nodig en wat minder normale. Nou, weet je, ik ga nu gewoon zo snel mogelijk ervoor zorgen dat ik wat meer geld kan verdienen. Hopelijk kan het allemaal in dit handelsdepot. Zo te zien niet, want ik zit al op 3 van de 4. Nou, kolen kan voor nu wel weg, want ik ga de kolenmijn toch sluiten. Ik wil de kolen die hier in de grond zitten sparen voor later. Al mocht ik het ooit nodig hebben, misschien om staal te maken, dat staat natuurlijk ook wel in het lijstje, dan... open ik het gewoon weer en dan regel ik dat het hier gebruik van kan maken. Hier, de legeringen. Oh. Oké. Okay. we hebben eerst wel een inzamelpunt nodig van legeringen. Zal ik meteen gewoon alles doen, ook metaal erbij? Ik weet nou niet aan mijn hoofd hoeveel dat oplevert. Ik wil natuurlijk het meeste geld hieruit halen. Dus... oh, dit is zo stom, hè? Ik zit pas op 3 van de 4. Waarom zou ik nu al moeten stoppen? Ik moet waarschijnlijk een van die weghalen. Waarschijnlijk is dat het. Nee? Ook niet? Serieus? Oké, moet ik die ook nog weghalen? Want ik wil natuurlijk wel uiteindelijk hier zoveel mogelijk kunnen produceren. Serieus? Ik kom er 2 van de 3. Dat is jammer. Of ben ik nou gek? Waar ligt het aan? Oké. Dit is voor metalen. Dit is voor plastic. Dus verlegering. Nou, ik heb nu eentje van alles. Oké, apart. Eentje van alles is voor nu natuurlijk wel goed genoeg. En nu kan ik hier opeens geen extra meer doen. Oh, dit is ook voor het inzamelen. Nou, dan doe ik die maar. Ja, dat is een beetje raar. Misschien dat ik uiteindelijk die weg moet weghalen of zo. Ik weet het niet zeker. Nou, oké, doe lekker je ding. Ik ga even kijken wat meer oplevert. Ik geloof dat... ja, plastic levert iets van 30.000 op per... wat is het dan? Per 20 ton of per 20 kratten. Of 2000 kratten waarschijnlijk. Hier 2000 kratten staat erbij. Dus dit is 30.000 per 2000 kratten. Metaal is, dat levert meer op.
Dat levert, geloof ik, iets van 70 of 80.000. Nee, legeringen leveren 70 of 80.000 op. Dan ben ik even benieuwd hoeveel metaal oplevert. Als dat meer oplevert dan legeringen, dan doe ik 1 plastic en 2 metaal. En als legeringen meer opleveren, doe ik 1 plastic en 2 legeringen. Dat is hoe we dat gaan doen. Oké, ik heb nu een beetje een probleem. Ik heb hier een gevaarlijke brand. En de reden waarom ik daar meteen bij heb ingegrepen is eigenlijk omdat, ja, als je 1 gevaarlijke brand hebt, dan volgen er vaak meer. En aangezien we 2000 per uur verdienen aan 1 zo'n industriegebouw, is dat echt niet iets wat we kunnen missen eigenlijk. Dus daarom ben ik maar voor een grote brandweerkazerne gegaan. Kunnen we een gespecialiseerde wagen kopen? Maar wat blijkt, dan hebben we ook meteen een universiteit nodig. Dus ze willen wel echt graag dat we blut raken of zo. En het maakt ook een belachelijk hard knalgeluid als het als er iets ontploft. Wat is het probleem? Opslagplaats voor kolen vereist? Nee, natuurlijk niet. Hij is gesloten namelijk. dat laten we gewoon zitten. Zijn er al... Nee, nog geen... Oh, wacht. Ik mis nog iets. Heb ik nou echt alleen plastic toegevoegd? Ja, plastic en legeringen en metaal hebben we nodig. Maar het past niet allemaal op dit handelsdepot. Dus dan breid ik het nog wel uit met een extra handelsdepot. Dat moet dan uiteindelijk toch nog zo... Gaan we meteen even upgraden. Maar dat van die branden, dat is best wel gedoe eigenlijk. Als ik nu een universiteit moet kopen, dat kost 80.000. Daar ben ik nog niet echt. Dus misschien moet ik maar gewoon wachten. Je hebt plastic, metaal en legeringen. Ja, ik weet dat ik het verkeerd uitspreek, maar ik ga er nooit aan wennen. Dit is, nee, nog niet heel erg ver. Oh, wauw. Paarse rook, groene rook, wat wil je nog meer? Wauw, oké, dat ziet er best wel cool uit eigenlijk. Ja, even kijken, waar was ik? Ik ben helemaal afgeleid hierdoor. Ja, het recyclingcentrum gaat nu nog een beetje langzaam, want we hebben nog weinig inwoners. Misschien komt het ook omdat ik te weinig vrachtwagens heb. Ja, het is 7 uur 's avonds en we zijn nog steeds niet klaar, dus ik voeg nog wel 2 vrachtwagentjes toe. Oké, dat kan... Nou, ik doe zo aan de andere kant. Zo, en ja, dat is wel de goede. Voeg er nog even 2 toe, hopelijk helpt dat. Oké, het is best wel ernstig. Ja, ik heb geen zin in al die gevaarlijke branden als ze zoveel geld aan verdienen. Universiteit, even dubbel checken. Kost toch 80.000? Misschien is het dan beter om het in een andere stad te doen. Want het gaat erom dat het in de regio staat. Oké, universiteit. 88.000. Ja, ik denk niet echt dat ik daarop wil wachten. En ik denk ook niet dat ik daar nu geld aan wil uitgeven. Dus ik kijk even of ik een plekje kan vinden in... deze stad, in Rio Blanco, dan want dan telt het natuurlijk ook gewoon. Ik denk dat we nou kijk, hier hebben we wel geld, maar geen ruimte. Hier heb ik wel ruimte, maar geen geld. Dus dat is een beetje het probleem. En ik kan natuurlijk altijd nog geld uit Rio Blanco hierheen sturen, maar hier heb ik ook niet zo belachelijk veel meer. Nou, ik probeer hier gewoon een universiteit te plaatsen en dan komt dat hopelijk goed. Oké, ik wist het helemaal niet, maar ja, we hebben voor die gespecialiseerde wagen hebben we een technisch hogeschool nodig bij de universiteit. En daarvoor heb ik een heleboel leerlingen nodig. En dat is nu nog niet echt haalbaar. Dus ik ga deze sluiten. En dan maak ik ook gewoon weer winst per uur. Ja, dat is nou best wel jammer. En het valt best wel tegen ook nog. Met het recycling, weet je. We hebben echt gewoon nog lang niet genoeg inwoners. We produceren nog lang niet genoeg afval om hier echt winst van te maken. Dus ik moet toch weer overgaan op de kolen. Weet je, dat is toch nog wel iets wat we nodig hebben. Dus dat gaan we maar gewoon weer openen dan. En dan ga ik hier ook nog even naar exporteren. Heb ik dit wel op export gezet? Nee, natuurlijk niet. Daar heb ik niet aan gedacht. Wat handig. Zijn er... Oh, maar er is ook helemaal niks in het handelsdepot. Oké, dit willen we exporteren. Oké, dus dat is maar 30. En legeringen zijn... toch wel 60.000, toch? Oh nee, 42.000, dat valt wel tegen. Oh ja, tuurlijk, het waren processors die 70.000 waren. Oké, nu weet ik het weer. Dus eigenlijk willen we volledig overgaan op legeringen. Als we daar meer, als dat wat meer oplevert. Hier plastic, export, olie, plaatselijk, airs, plaatselijk. Ja, maar aan metaal heb ik dus eigenlijk weinig. Dus die opslagplaats mag van mij best blijven bestaan. Maar... ik zou hier wel graag wat aan aanpassen. Maar daar heb ik nu dit geld niet voor. Dus daar wacht ik wel mee. Ik zou het graag willen, maar ik kan nog niet echt. Dus nu gaan we maar gewoon weer kolen exporteren. Om dan nog wel een beetje wat te verdienen. Koop alsjeblieft Omegaco. Groot industrieel gebouw. Dat levert me gewoon 2000 per uur op. Ja, ik wil even kijken of deze het van me gaat kopen. Want dat is echt best wel
daar hangt mijn hele leven vanaf eigenlijk, dit ene gebouw. Nou ja, dat is ook zo ongeveer alles voor deze episode. Hoe is het nu met de gezondheid? Nul sterfvallen per dag, zo zie ik het graag. Waarom kom jij geen Omegaco? Waarom jij ook niet? Oké, die is gesloten, dus ik snap het wel. Deze gaat failliet. Heb je genoeg werknemers? Nee, natuurlijk niet. En ik kan ook niet heel erg makkelijk gewoon even een verdieping toevoegen. Ja, dit kan ik bijna doen. Oh ja, ze hebben Omegaco gekocht. Zo, dus, oh nee, hij is nog niet klaar met bouwen. Maar iemand heeft net Omegaco gekocht en dat was deze. Dankjewel. Nu verdien ik gewoon 2.500 per uur. Als ik hier een woonverdieping op kon zetten voor het laatste deel van deze episode, dan ben ik heel erg tevreden. Want daar is nu veel vraag naar. Kunnen we ook weer een beetje winst mee maken. Deze mensen kunnen weer ergens gaan werken. Dat is waarschijnlijk ook wel handig. Oké, dat willen bouwen. Ja, dit ging allemaal een beetje anders dan ik me had voorgesteld. Het gaat nog wel redelijk met de Omegaco. Ja, we verdienen eerst 10.000 mee. Nu om een of andere reden maar 3.000. Ook omdat ik hier een paar gebouwen heb weggehaald. Die ook natuurlijk ook wat uitgaven aan Omegaco. En hoe zit het er nu mee? Ja, we hebben echt maar een paar gebouwen. Ook deze megatoren. Dat is best wel interessant op zich. Er staat niet bij hoeveel we verdienen eraan. Maar dat moet dan nog komen, denk ik. Ik geloof dat dat dan uiteindelijk nog wel komt. Ja, hier zijn er een paar. Hier heb ik natuurlijk ook een heleboel zelf gesloopt. Dus dat komt een beetje door mij. Maar ja, ik was bezorgd om over de gezondheid. Dus ja, bedankt voor de Omega. Oh, wat is dit? Wat is er gebeurd? Oké, we zijn nog niet klaar. Er is iets met de megatons aan de hand. Oké, jij bent het. Winkelverdieping. Maakt verlies, dus die kan ik sluiten. En het is deze, die kan ik voor nu misschien ook nog maar beter sluiten. Oh, dat was even niet zo slim. Als ik wat geld heb, kan ik deze daadwerkelijk gaan openen. Want dat is nu een veel te groot risico. Oh, wauw. Wat dom. Ik ben misschien nog steeds niet echt gewend om weinig geld te hebben. Want ik begon deze stad natuurlijk ook met 6,5 miljoen. Dus ik heb nooit echt in de orders van duizenden euro's moeten werken. Alleen maar in tienduizenden eigenlijk. Waar heb je het over? Er zijn helemaal geen budgetproblemen meer. Mag ik hopen nu. Oké. Ja, dat is dus ongeveer alles voor deze episode. In de volgende episode wil ik graag eigenlijk meer verdienen aan Amerika of aan legeringen. En die twee dingen gaan natuurlijk samen. Als ik de stad uitbreid, zijn er meer gebouwen die Omega kunnen kopen. En meer gebouwen die afval produceren waar wij dan aan kunnen verdienen. Dus dat is eigenlijk, ja, slaan we twee vliegen in één klap. Dus eigenlijk moet ik gewoon de stad uitbreiden. En het gaat misschien dan wel het beste met gewone woonwijken in plaats van megatorens. Want ja, ik zie deze nou nog niet echt iets opleveren qua Omega. In ieder geval nog niet, maar misschien komt het wel. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet meer of deze twee wel goed samenwerken, zeg maar. Maar ja, dat komt dan wel later wel. Dus ja, dat was het alles voor nu. Tot de volgende episode.